Goedemorgen. Morgen. Wat ben jij nou aan het doen? Ik ga een hybride warmtepomp plaatsen. Deze bestaat uit twee delen en dit deel komt buiten. Hoi, buur. Hey. En je plaatst dus ook een deel binnen. Dat klopt. En dan is deze hybride warmtepomp compleet. Hybride warmtepomp. Wat? Een hybride warmtepomp? Dus dit is een hybride? Exact. Deze werkt samen met je cv-ketel. Hey. Deze pomp die zorgt voor de meeste warmte in huis. En de cv-ketel zorgt voor warm water in de keuken en in de badkamer. Er is ook een elektrische beschikbaar. Dan ben je helemaal aardgasvrij. Vaak moet je dan nog wel wat extra isoleren als je huis wat ouder is. En wat levert het me dan op? Dat verschilt per type. Met een hybride warmtepomp daalt je gasverbruik voor het verwarmen van je hele huis met ongeveer 60%. Met de volledig elektrische ben je helemaal van het gas af. En dat is beter voor het klimaat. Zeker, ja, heel belangrijk. Ja, en je investeert in je toekomst. En ze zijn er vanaf 6.000 euro, toch? Een hybride wel, maar een volledig elektrische is er vanaf 12.000 euro. De prijzen kunnen variëren. Maar gelukkig is er voor beide warmtepompen gemiddeld 30% subsidie te krijgen. Dat klinkt goed. Tot morgen dan maar. Nee, dan ben ik al weg hoor. Het is altijd maar 1 of 2 dagen werk. Verder nog vragen? Hm?